natuurlijk niet. Kan hè? Ja, ja. Jij trekt er niks van aan, maar ik wel. Ja, ik begin wel. Ja, maar jij bent de presentator. Ja, jij moet de mensen vertellen waar ze naar zitten te kijken. Nou, topnames. Ja. Iedere dinsdagavond weer vanuit Freedom Lab in Amsterdam. We maken hier, als het enigszins kan, vervolgverhalen. Soms komen gasten aan het begin van het bedrijf langs. Komen ze later nog een keertje vertellen hoe het gegaan is. Vandaag, ik moest even kijken, want ik wist eigenlijk wel dat je bij ons was lang geweest, Thomas. Maar ik denk even, wat was het ook alweer? Weet je? Soms weet je het ook eventjes niet meer. Een tijdje geleden. Ja, want we gaan zo praten over wat je nu aan het doen bent met Woppa. Maar eventjes kort terug. Vorige keer dat je hier was, wat deed je toen en hoe is je toen daarna verlopen? Niet zozeer door ons, maar wat is er gebeurd? Nou ja, misschien wel mede dat je hier Even voor de duikers, is 2,5 jaar geleden nog maar. Ja, klopt. Oktober 2016. Ja, 12 oktober. Toen werkte ik nog als toen oprichter en bestuurder van het toenmalige Prittle. Dat was een digitale vermogensbeheerder. Ja. We waren toen inmiddels live in een aantal landen in Europa. En in de nadagen van 2016 al in gesprek met verschillende partijen over de mogelijke verkoop van onze onderneming. Waaronder toen Bingbank, een van de voorspellingen onder andere die ook door Johan gedaan is. Dat misschien nog zou gebeuren. We zaten scherp op de bal. Heel scherp, zeker. En ik kon niks zeggen. Ja. Maar uiteindelijk hebben we daar inderdaad onderneming aan verkocht. Op 16 maart 2017 tekenden we en op 2 of 3 april... was de closing. Dat betekent dat, de verkoop was voor 12,5 miljoen euro. Dan wordt het geld overgemaakt, sluit je kantoor, verhuis je met je team naar je nieuwe werkgever en treed je in dienst bij een bank. Ja. Ik had voorafgaand aan het starten van Prittle al 8 jaar bij ABN AMRO gewerkt en toen werkte ik bij Bingbank. En daartussenin was ik 3,5 jaar ondernemer geweest. Met in eerste instantie de overname van het bedrijf en dat uiteindelijk de transformatie tot het bedrijf dat ik weer verkocht heb aan Bingbank. En dan werk je daar, help je mee aan de integratie en kom je op een gegeven moment tot de conclusie dat er best een groot verschil is tussen de cultuur die je alweer gewend was in je start-up en een groot bedrijf met zijn degelijkheid en zijn processen. Ja, en hoe het werkt met dit soort dingen, dan heb je een lock-in. Je spreekt van tevoren af hoeveel jaar je in dienst moet blijven en geen concurrerende activiteiten mag ondernemen. Hoe is dat laatste zeker. Dat eerste gelukkig niet. Okay. We mochten wel weg, want we waren met verschillende partijen in gesprek. En we konden daarom ook wel... Je had een onderhandelingspositie. Onderhandelingspositie. Daar zijn ook wel een aantal maanden overheen gegaan, hè? Vanaf het moment dat ik hier zat tot maart. En een van die voorwaarden was inderdaad dat we weg mochten gaan. Maar in beginsel moesten we wel allemaal meekomen. Dat hebben we ook bijna allemaal gedaan. Maar al daar kwamen we na een aantal maanden tot de conclusie dat het inderdaad niet zo beviel. En dat zat er met heel veel dingen. En dat waren ook individuele redenen. Soms voor de een was het om familiaire redenen. Voor de ander was het meer inhoudelijk en voor de ander was het weer in termen van de ruimte die je daar had. En dat laatste volgt voor mij. Toch nog even, omdat niet iedereen dat meer weet. Prittle, het staat mij nog vrij scherp voor de geest, want wat Prittle deed, dat was een vermogensbeheerder nieuwe stijl. Je kon voor heel weinig geld instappen. Ja. En op basis van het risicoprofiel wat je aangaf, je kon een beetje schuiven met wat je wel en wat je niet, wat je belangrijk vond, hè, qua risicoprofiel. Ja, en dan berekenen jullie... applicatie eigenlijk, hoe je dan moest beleggen in obligaties, aandelen, wat voor aandelen dan, fondsen, noem maar op. Zo werd het ongeveer, toch? Alleen in fondsen en dan in indexfondsen. Precies. Omdat dat lage kosten met zich meebrengt en doorgaans een hoger rendement. Ja. En we hadden een model geschreven waarbij de portefeuille volledig op basis van de doelstelling werd samengesteld. onderhouden, waarbij het beleggingsrisico na verloop van tijd werd afgebouwd naarmate je beleggingsdoel naderde. Ja. En dat hebben we inderdaad gericht op particuliere beleggers, waarbij je kon starten met 10 euro inleg. Ja, dat was echt nieuw. En dat was heel erg vernieuwend. Ja. En het was eigenlijk een dynamisch lifecycle portfolio management principe, wat een beetje lijkt op asset liability management, door pensioenfondsen wordt gebruikt. Ja. En dat was relatief nieuw en dat hebben we uitgerold in verschillende landen in Europa. Maar uiteindelijk kwamen we ook tot de conclusie dat er heel veel partijen waren die hetzelfde begonnen te doen. En dan
tel je op een gegeven moment je knopen. En toen dan 12,5 miljoen heb je ervoor verkocht. Waarvan 5 miljoen in aandelen Bink, ik op de quote. Dat klopt, ja. En je zei toen ook, toen was de vraag, en hoeveel heb je dan in je zak kunnen steken als co-founder? Ja, ik ga eerst eens even afrekenen met de Belastingdienst en kijken hoeveel er van over zijn. Dus nu kan je dat wel vertellen. Dat proces is achter de rug. Ja, precies. Ja. En een deel van die verkoopopbrengst heb ik intussen natuurlijk weer geïnvesteerd. Maar wat was ik daar een mooi bruggetje aan? Dat laat ik even binnen. Maar het was een prachtige transactie voor iedereen. Mooi avontuur. Ontzettende goede basis voor een volgende onderneming. Ja, en dan doe je 2 jaar niks? Dan doe je eerst even 2,5 maand een reis door Latijns-Amerika. Ja. En daar denk je even goed na over waar gaat het leven om. Wat heb je nou gedaan over de afgelopen 12 jaar, 8 jaar ABN AMRO en 4 jaar ondernemerschap in de financiële sector, inclusief de integratie van je onderneming. En toen realiseerde ik me, ik wil wat anders gaan doen. En er waren nog wel een aantal dingen waar ik geïnteresseerd in was om in de financiële sector uit te voeren. Dus in gesprek met een aantal partijen die me hele leuke aanbiedingen hadden gedaan. Maar al reizende kwam ik onder andere door een boottocht over de Zuidzee en uiteindelijke tocht door Latijns-Amerika veel in aanraking met klimaatverandering. Dat greep me aan. Dan loop je met je rugzak door dat landschap en denk je na over wat is nou eigenlijk de zin van het leven. Gaat het nou om geld of gaat het nou om andere dingen? Wat wil je nou eigenlijk echt doen? Hoe staat de wereld er nou voor? Wat kun je daar nou aan bijdragen? En toen ontstond bij mij een behoefte die ik niet meer heb los kunnen laten. En dat is eigenlijk om enige contribution te kunnen leveren aan de tegengang zeg maar, van klimaatverandering. En dat kun je natuurlijk op verschillende manieren doen. Een van de ideeën die Ik kijk je in je ogen. Ja. Daar kijk ik niet. Dit meen je oprecht. Hè? Dat is echt. Ja. En dat is natuurlijk nogal wat. Ja, dat is vrij heftige ommezwaai ten opzichte van een hele eendimensionale, lineaire wereld in de financiële sector. Rendement. Waar het allemaal om rendement gaat en allemaal om vandaag en morgen en daarna, whatever. Heb je het ook zo ervaren zelf, als je er op terugkijkt? Ja. Al die jaren. Laten we even bij het einde beginnen, want dan heb je dat besef. Ja. En dan, wat ben je gaan doen? En dan gaan we daarna weer even terug. Ja, oké. Okay. Uiteindelijk ben ik Woppa. Het heet Woppa. Ja, we zijn vorige week dinsdag live gegaan. Het is een handelsplatform, een marktplaats, waar je alleen gebruikte goederen kan kopen voor thuis. Maar het mogen ook handgemaakte items zijn. Dat betreft ook onder andere kunst. Dus dat gaat eigenlijk van antieke meubels tot modern. Van sculpturen en schilderijen voor zaken voor in de woonkamer, voor de kinderkamer, tot buiten. Dat is voor een heel groot gedeelte gaat het om items met karakter, met een verhaal, met een geschiedenis. Waar intercontinentaal heel veel vraag naar is. Waarvoor een markt, we hebben het eigenlijk over een markt die nog relatief offline opereert. In het wat hogere segment, kwalitatief hoogwaardige segment. En het is best wel lastig om die producten te vinden op bestaande marktplaatsen. En dat is eigenlijk meer de functionele aanleiding geweest. Want ik zat met mijn inmiddels verloofde en toen nog vriendin aan de keukentafel in de zomer afgelopen jaar. Omringd door een aantal dingen die we wilden verkopen, maar ook met de behoefte om een aantal dingen te kopen. En daar ontstond dus dat idee uit. En ook ingegeven op basis van het feit dat we ons realiseerden dat er eigenlijk relatief weinig innovatie heeft plaatsgevonden in die branche. En we vanuit een technologisch perspectief de mogelijkheid zagen om daar een new generation marketplace te bouwen. Maar wat is dan een new generation marketplace? Want marktplaatsen zijn er veel. Mm-hmm. En je zou kunnen zeggen, wat jij doet is, op het eerste gezicht voor mij, is inzoomen op een thema, een gebied, een vertical, zeg maar, binnen de marktplaatsen. Ja. Maar ik hoor je nu zeggen, er komt meer bij kijken. Het is niet simpelweg, want er zijn inmiddels ook tools waar ik, zeg maar, nu vanavond nog een marktplaats zou kunnen beginnen rondom het thema. Ja. Maar als ik dat vanavond doe, dan doen jullie iets anders, begrijp ik. Ja, ik denk dat als je een bedrijf wil bouwen waar je 25 of 50 landen mee kan bedienen, die zo in elkaar zit dat je daar ook makkelijk
andere diensten op kan aansluiten of dat bedrijf makkelijk kan integreren in een andere omgeving of doordat je dingen kan aansluiten ook makkelijk samenwerkingen aan kan gaan met andere partijen, dan heb je meer diversiteit nodig dan dat een off-the-shelf solution jou biedt. Ja. En daar komt natuurlijk ook bij kijken dat ik het ook gewoon leuk vind om iets te bouwen. En dan ga je natuurlijk alhoewel een beetje, misschien is het een beetje irrationeel, is het misschien wel. Je gaat een klein beetje voorbij aan het feit dat er off-the-shelf dingen zijn die je ongetwijfeld helpen om een start te maken. Ja. Maar je bouwt wel heel veel zelf en je bent daarmee ook de eigenaar van de technologie. En uiteindelijk is voor mij als ondernemer het bouwen van de platform ook een deel van de waarde die je creëert. En dat is natuurlijk een belangrijke reden. Ja, help me dan nog even met hoe je begon. Je liep daar in Zuid-Amerika en je maakte je zorgen over het klimaat en duurzaamheid en dat soort dingen. En dan begin je een marktplaats in luxe goederen. Ja. Bij uitstek consumentisme, het hele dure spullen. Ja. Waarvan je denkt, ja, daar kan je prima zonder. Ja, maar dan is de tweede vraag die komt dan in je op. En dat is, kunnen we dan inderdaad echt zonder? Gaat dat gebeuren? Nou, ik ben niet van mening dat dat per definitie niet gebeurt. Ik denk dat mensen gewoon luxe goederen blijven kopen. De vraag is alleen, wat kopen ze dan? En het is inderdaad heel erg eenvoudig om maar te blijven consumeren. En juist de bovenkant van de maatschappij grijpt heel makkelijk naar nieuw. Want die kunnen het zich permitteren om zich de tijd te besparen om niet te gaan zoeken naar het koopkansje voor de helft van de prijs. En laten zich zo in dat opzicht bedienen door allerlei andere zaken die voorhanden zijn. En ik denk dat dat segment juist moet wennen aan hergebruik. En door het verzamelen van heel veel mooie items kan je ervoor zorgen dat zij heel eenvoudig toegang krijgen tot artikelen die kunnen worden hergebruikt. En daar ook meer waardering voor ontwikkelen. En dat zit hem dus ook in een stukje presentatie. En dat moet onderliggend allemaal gepresenteerd worden in een technologisch platform die ook gewoon heel erg eenvoudig werkt. Dus het uitgangspunt is circulair, hergebruik. Ja. En dan zeg je, ik voeg aan die gewone marktplaats die we allemaal kennen, marktplaats.nl, toe dat het zich beperkt tot een bepaald segment. Ja. Plus een superieure presentatie. Ja. Gebruikservaring, wat nog meer? Afrekenen het, binnen het platform? Ja, service. Ja, service. Precies. Ja, want wat je doet. Bezorgen, hoe werkt dat? Ja. Garanties, leg eens uit. Ja, wat je dus, het is een, hè, zoals wij het zeggen, het is een marktplaats voor eerste klas, tweedehands en handgemaakte artikelen voor thuis. Hè, van kunst tot koken en van antiek tot modern. Je kunt er binnen enkele, binnen een minuut een advertentie aanmaken. We klassificeren het item dan door middel van patroonherkenning. Wordt er gecureerd? Ja. Dus we nemen ook de items onder de loep, waarbij we zeggen, dingen moeten wel van in goede staat zijn. We moeten van goede kwaliteit zijn, want we hebben nou eenmaal gekozen voor een bepaalde positioneringsstrategie. En daar moet je ook aan vasthouden. Je bouwt wel een merk, je bouwt ook een customer promise. Ja, doe je dat handmatig? Of heb je daar volgens nog wel. Beeldherkenning? We gebruiken ook patroonherkenning. In eerste instantie voor bijvoorbeeld de klassificatie van items. En dat zou later ook kunnen worden gedaan voor bijvoorbeeld de identificatie van krassen of vlekken op artikelen. En op basis daarvan zou je ook automatisch de descriptions kunnen aanpassen. Dat zijn allemaal zaken die een ontwikkeling zijn. Ja. En in de eerste instantie is het zo dat je dus een advertentie aanmaakt, waarbij je een minimum aan 5 foto's uploadt, het item automatisch laat klassificeren, het item plaatst. Wij kijken er even naar. Is het nog in goede staat? Heb je correcte informatie verstrekt over het item? Is het kwalitatief goed, van een bekend merk of van een goede designer of van een bijzondere kunstenaar? Is het van goed materiaal? Dus we kopen bijvoorbeeld geen plastic barkruk, maar wel een hogere kwaliteit. En zeker bij leder geldt wederom hergebruik, hergebruik, hergebruik. En juist niet dat consumentisme. Mm-hmm. Dus dat soort artikelen kunnen bij ons worden verkocht. En dan wordt het aangeboden. Of tussenhandel of allebei? We richten ons beide op bedrijven en particulieren. Dus zowel een handelaar kan bij ons terecht om eigenlijk gebruik te maken van ons digitaal verlengstuk. Dat zie je aan het begin altijd, dat je platform gedomineerd wordt door de handelaar. Ja. En we zien sinds afgelopen week, dinsdag, zijn we live. Dat nu inderdaad het aantal particuliere gebruikers ongeveer gelijk is aan het aantal zakelijke gebruikers. In termen van het aantal artikelen dat is aangeboden, zien we nog dat het aantal
artikelen van zakelijke verkopers groter is. Maar dat komt met name omdat we in de voorbereiding op de lancering samenwerking hebben gezocht met partijen die een groter aanbod hadden. Betalen via jullie of direct? Betalen via ons, in de zin dat wij wel een betaalservice provider hebben aangesloten waar het geld naartoe gaat. Wij houden het vast tot de koper maar heeft via ontvangen. Platform. Maar het gaat via platform. Ja. En je kan het dus ook verzekerd laten transporteren en eventueel met, via zoals het jullie? Heet, ja, white gloves service provider laten ophangen aan de muur. Okay. En dan is de transactie heel soepel afgerond. Ja. Business model? 15% over de verkoopopbrengst van zakelijke verkopers. Ja. Particulieren of zakelijke verkopers, particulieren of zakelijk, als koper betaal je slechts 1 euro per transactie. Dat is om de kosten voor de afhandeling van de betaling te dekken. Dus die model zit hem eigenlijk in de zakelijke markt. Ja. Ik kan die vraag allemaal zo makkelijk afdraaien, omdat we valt mij op. Ja. De laatste tijd heel veel nieuwe verticals in de marktplaats. Dat geloof ik zeker. Langs krijgen. We hadden vorige week nog Talita van Ochtrop van de Next Closet. Ja, ja. Nou ja, goed. Die doet in merkkleding online. Ja. Bij ons. Ook alweer een marktplaats. En nou, je ziet zelfs paddenstoelen uit de grond schieten. Ja. Wat is dat met gewoon marktplaats.nl? Kan je natuurlijk ook anti kopen. Wat gebeurt hier? Ja. Wat is de trend? Nou, kijk, ik denk dat er een aantal dingen gebeuren. Enerzijds zijn die marktplaatsen natuurlijk ontzettend groot geworden. Ja. Waardoor je door de bomen het bos niet meer kan zien. Het is gewoon, goede dingen zijn moeilijk te vinden. Tweede instantie biedt technologie en alle tools die er vandaag de dag zijn natuurlijk veel meer mogelijkheden om heel snel iets te bouwen. Dus er zijn inderdaad off-the-shelf solutions waarmee je makkelijk een marketplace in elkaar draait. Maar we praten ook over 2019, waarbij we alweer 10 jaar, 15 jaar zeg maar, enorm gewend zijn geraakt aan digitaal denken. Dus de digitale creativiteit is ook significant toegenomen, denk ik. En de new generation, de 20ers. Ja, het is gewoon tijd voor disruptie van het, gebeurt, van het digitale model. De reguliere, de grote marketplaces zijn allemaal ontstaan aan het begin van de eeuw. Ja. In eerste instantie ter vervanging van het prikbord bij de supermarkt. Ja. Hebben natuurlijk wel services en innovations doorgevoerd. Maar als je from scratch vandaag start, kun je veel innovatiever zijn en een veel schaalbaarder platform bouwen. De wet van de met meer, met meer artificiële intelligentie, met chatbots, met patroonherkenning, met virtual reality. Er zijn allerlei dingen die straks... Ja, was vorige week ook de Next Closet doet dat natuurlijk ook. Die proberen natuurlijk ook merkartikelen te herkennen op basis van patroonherkenning en beeldanalyse. Ja, dat is al best. Dat is echt de nieuwe... Zeker, de nieuwe norm. Dat zijn hele logische keuzes. En goede strategische uitgangspunten waarmee een marketplace zich kan onderscheiden ten opzichte van traditionele partijen. Dat verschilt ook nog per land, want in het noorden van Europa hebben we alweer wat meer innovatieve toepassingen ingevoerd dan bijvoorbeeld in het zuiden of in het oosten van Europa. De kansen verschillen ook per marktgebied. Hoe heb jij de markt gepeild? Hoe heb jij onderzocht of die markt er is? Nou, we zijn... Kijk, als je aan de keukentafel zo'n idee bedenkt, dan ben je er natuurlijk nog niet. Nee. Hè? Dus, goh. Dan ga je... Jammer, hè? Ja. Zo jammer. Ja. Dat is dat niet. Ja. En dan ga je in eerste instantie ga je natuurlijk... sterker nog, wij waren in eerste instantie van plan om een concept te bouwen dat alleen maar gericht was op het uitwisselen van goederen. Nog duurzamer. Dan ging dat hele consumentisme ging er helemaal uit. Ja. Dan was het gewoon van, ik heb iets en jij hebt ook. Je waren nog nobeler. Nog nobeler, precies. Ja, geld nemen we helemaal afscheid van. Nou, goed. Daar zijn we zover zijn we niet gegaan. Ja, omdat we er niet in geloofden dat realistisch was. Om dat op hele korte termijn heel erg succesvol te maken. Maar we zijn inderdaad gaan valideren of ons idee kansverslagen heeft. Dus 1, we zijn gaan kijken, zijn er marketplaces die richten op thuis? Nou, die zijn er wel, maar dat zijn dan partijen die zich echt op het absolute topsegment richten. First Dips is een voorbeeld uit de US, misschien dat je het kent. Prachtige items, maar niet betaalbaar voor de gewone consument. Ook niet voor de goedverdienende man op de Zuidas. Zelfs niet voor een start-up verkoper in de financiële sector. Ja. Dat doe je dan bijna niet. Ja. Nee. Je begint er niet aan. Nee. Dus ik denk dat het om toegankelijkheid gaat. Ja. Maar we gingen natuurlijk ook kijken naar andere type marketplaces om vast te stellen. Wat bieden zij aan? Waar kan je op filteren? Wat voor services zit er vast aan het platform? Wat voor technologische innovaties hebben zij ingevoerd? Waar zit de opening? En op basis daarvan definieerden we een
ja, een blueprint met een aantal functies en services die ons hielpen onderscheiden. En als derde pijler, kwaliteit. Want dat was natuurlijk de eerste frustratie waar we tegenaan liepen. Niet alleen het gemak van de platform of de services, maar ook gewoon het eenvoudig goede kwaliteit kunnen vinden. En ja, zo ontstond dit initiatief. En binnen no time hadden Evelien Remmels en ik de wireframes, de schetsen voor de hele user interface, allemaal op de keukentafel uiteengelegd. We hebben de foto er nog van, die gaat in het plakboek. Ja. En dan begin je met de zoektocht naar een designer. Die vonden we, een dame uit Argentinië, woont in Berlijn, vonden we via Updraft. Binnen 24 uur. Ja. Leuk gesprek mee gehad, kon direct beginnen, vertaalde het werk. En binnen een maand stond er echt een volledig, hadden we in een folder zeg maar de designs voor de hele user journey afgemaakt. En dan begint het vertrouwen steeds meer te groeien. Nou, dan praat je nog eens een keer met een van je investeerders, ja, die toen ook in Prito hebben geparticipeerd. En zegt, nou, verdomme, dat is toch best wel een leuk idee. Misschien moet je daar terug mee doorgaan. Nou, prima. En dan op een gegeven moment zoek je er iemand bij die jou kan helpen met het definiëren van de manier hoe je klantgedrag kan analyseren. Want een van de lessons learned van Prittle was ook dat je nog veel meer kan halen uit het analyseren van hoe gaat nou iemand om met je applicatie. Ja. En wat voor vragen voert iemand nou in? Waar zoekt iemand naar? En hoe kun je dus zorgen dat dingen relevant worden? Echt klikgedrag analyseren, ja, dat soort dingen? Ja. Van zoekgedrag tot klikgedrag tot kijkgedrag zelfs. Hebben we een prototype gemaakt in eerste instantie? Of we hebben een design prototype gemaakt. Niet een technological prototype gemaakt. Yep. Maar op basis van het design prototype hebben we weer user feedback verzameld. Precies. Daar zijn we vervolgens de markt op gegaan. We hebben een Google Typeform zeg maar, survey gemaakt. En dat rondgestuurd naar mensen en gevraagd om feedback. We hebben blogs gelezen, Facebook groups afgestruind, YouTube filmpjes bekeken, met mensen gesproken, echt zoveel mogelijk informatie verzamelen over wat zijn nou de frustraties, ja, en wat zijn nou de dingen die echt beter moeten of kunnen. Ja. Van Le Bon Coin in Frankrijk tot Marktplaats in Nederland tot Preloved in de UK en eBay in de US, et cetera. En daar is uiteindelijk na maanden hard denken, werken en definiëren de uiteindelijke propositie uit voortgekomen. En die zijn we op 18 oktober, precies te zijn, al vorig jaar begonnen te ontwikkelen, technologisch. Ja. En daar zijn we dus zo'n 7 maanden mee bezig geweest. Want hoe ziet jullie bedrijf er nu uit? Hoeveel mensen werken aan wat? We hebben nu 5 developers. 2 front-end developers. 3 front-end developers en 2 back-end developers. We hebben een data analytics manager. We hebben een manager operations, die heeft onder andere de relatie met de betaalservice provider en de transport service provider ontwikkeld. En men is interne processen en heeft customer service systemen en processen geïmplementeerd. We hebben een business development team, die hebben de relatie ontwikkeld met al die zakelijke verkopers. We hebben Evelien en ik hebben de taken zo verdeeld dat ik me wat meer richt op finance, technology, team en investor relations. En samen hebben we de strategie gedefinieerd, waarbij Evelien zich wat meer richt op design, marketing, product management en product development. Mm-hmm. Inclusief eigenlijk technological implementation. Ja. En we worden dus nog ondersteund door die designer, door een merchandise manager. En ja, daarmee redden we het eigenlijk volgens nog. Ja. Ja, maar we hebben al meteen een behoorlijk ploegje waar je mee... Ja. Wat zijn voor jou de concurrenten? Nou, kijk, de grootste concurrent is denk ik de nieuwe winkel. En want daar ageren we eigenlijk het meest tegen. Dat conceptisme tegengaan door gewoon iedereen een platform te bieden om eenvoudig, goede kwaliteit gebruikte spullen te vinden. Oh. En daarnaast zie je vanuit een marketplaces perspectief dat mensen natuurlijk eenvoudig kunnen grijpen naar Marktplaats of naar First Dibs of naar Katowiki. Waarbij wij weer ten opzichte van Katowiki toegankelijker willen zijn voor zowel de verkoper als de koper. Omdat het makkelijker is om iets aan te bieden bij ons, maar ook eenvoudiger om te kopen. Want er zit bijvoorbeeld ook een koop nu knop op en je kan filmpjes bekijken van items in plaats van alleen foto's. En je hebt een chatbot waardoor communicatie 24 uur per dag, 7 dagen per week wordt geautomatiseerd. En zo zet je ook weer in op de technologische innovatie ten opzichte van andere partijen.
Nou weet ik dat je van de vorige keer dat je natuurlijk ook een account hebt aangemaakt bij Prittel. Ik ben natuurlijk heel benieuwd of je hebt de app al gedaan of je nu ook live een aankoop gaat doen. Want nou ja, ben ik wel benieuwd wat je nog iets onder de 1000 euro. Oh, ja, precies. Ja. Ja, de gemiddelde aankoopprijs is inderdaad wat hoger. Maar er zijn meer dan voldoende artikelen beschikbaar onder de 1000 euro. Zoek jij even door? Ja. Mag ik er gelijk iets over vragen? Ja, natuurlijk. Dus app-only? We zijn gelanceerd als app voor iOS en Android. En natuurlijk wordt er nu ook gewerkt aan het doorvertalen van de functionaliteit in de website. Want ik vind dat al direct opmerkelijk, want dat was natuurlijk heel lang... Ja, het is mobile first, dat snap ik. Maar er zijn natuurlijk de fallback van die desktop, vind ik zelf wel heel fijn. Uiteraard komt de desktop-versie er ook aan. Ja. Ja. Maar je moet ergens mee beginnen. Ja. En we vonden het ook wel leuk om onszelf te disciplineren, om het eenvoudig te maken op een klein scherm. Dat dwingt je wel om keuzes te maken. Ja, snap ik. Ja. Hey, maar dus naar BMW. Je maakt duidelijk keer, dat je. Heb ik de vorige keer heb je een account aangemaakt. Ja, maar volgens mij heb je ook belegd. Ja, zeker. Ja. Ja. Met die winst die je toen gemaakt hebt. Ja. Kun je nu ziels kopen. Hey, maar jullie zijn daar heel systematisch georganiseerd, daar zijn ze mee bezig. Ja. En dan aan het eind van de rit kom je op de naam. En dat wordt dan een Boppa. Ja. Hoe is dat gegaan? Ja, precies. Ja. Nou, die naam die staat voor snel iets kunnen vinden. Voor een goed product kunnen vinden. Iets bijzonders, iets moois. Hopelijk een goede deal. De snelle customer experience. Omdat het platform zich gewoon helemaal om jou heen heeft gebouwd. Je komt heel snel door zowel het aanmelden als het aanmaken van advertentie als het koopproces. En je kan in twee kliks van home naar checkout. Dat is Woppa. Ja. En dat is een merknaam die we gekozen hebben om die reden, maar ook omdat die brandable is. Het betekent iets in een andere taal. En het is een term die overal ter wereld bekend is. Van Armenië tot Oekraïne tot Brazilië. Iedereen zegt, als ze iets voor elkaar hebben gekregen, zegt ze Woppa. Ja. Dus het is een energieke naam en hij brengt vaak gewoon een glimlach bij mensen teweeg. En dat is denk ik een goede keuze. Hey, wat zijn de grote drempels die jullie moeten overwinnen? Waar zit je eerste uitdaging? Belangrijkste is dat er gewoon heel veel interesse is in gebruik maken van het product. Daarna mensen voldoende vertrouwen hebben in het feit dat ze hier inderdaad online aankopen kunnen doen van relatief kostbare items. En vervolgens zit onze uitdaging in de schaalbaarheid, want er moeten ook voldoende artikelen beschikbaar blijven komen in dat hogere segment, om ervoor te zorgen dat dit een heel groot bedrijf kan worden. Ja. Want als je alle artikelen zou verkopen, is er altijd genoeg. Maar we richten ons natuurlijk op het hogere segment. Dus er is ook ergens een beperking als het gaat om het aantal items dat je daarop kan aanbieden. Ja. Maar goed, we richten ons ook maar op een deel van de markt. Dus als het goed is, ligt dat weer in verhouding ten opzichte van elkaar. Ja. Dus het betekent dat je, als je door wil blijven groeien, als je inderdaad een verzadigde marktpositie gerealiseerd hebt in Nederland, dat je dus ook gewoon heel snel moet expanderen. Dan gaan wij daar niet op wachten, want dat duurt natuurlijk veel te lang. Mm-hmm. Een van de lessons learned van mijn vorige onderneming is natuurlijk ook dat je gewoon moet zorgen dat je heel snel geografisch expandeert. Dat heb ik toen ook gedaan en dat zal ik nu weer doen. Ja. Dus onze plannen liggen. Hey, ik zie nog wel ontzettend veel inderdaad commerciële handelaren nu op het platform. Ik zie heel weinig van particulieren. Ja, dat het merendeel. Ik snap ik aan het begin hoor. Ja, we zijn natuurlijk een week geleden gelanceerd. Je maakt natuurlijk een paar deals met vintage bedrijven. Ja, en, exact. De logische partners. Ja, klopt. Hoe ga je nou zorgen dat dit echt voor particulieren top of mind wordt? Nou, over de afgelopen week hebben we meer dan 1 download per minuut gerealiseerd. 17 uur per dag. We zitten nu op 8,5, misschien op dit moment alweer 9000 downloads. Dat komt onder andere door de lancering van ons persbericht dat goed is opgepakt in de media. Ja. Maar uiteindelijk ook de videocampagnes op sociale media, ons eigen social media beleid, search engine marketing, display campaigns. En gedurende de komende periode hopen we ook dat er heel veel bottom-up marketing plaatsvindt. Want al die partijen en particulieren die gebruik maken van ons handelsplatform om dingen aan te bieden, zullen ook aan hun omgeving laten weten dat hun artikelen daar te vinden zijn. Ja. Jij was, hiervoor heb je een succesvol bedrijf gehad. Je begint een volgend bedrijf. Wat heb jij moeten leren bij dit bedrijf?
Nou, ik ben toen meer vanuit een conceptueel perspectief betrokken geweest bij de ontwikkeling van de organisatie. En nu heel intensief bij de technologie aan de achterkant van het bedrijf. En leunde daar toen meer op de kennis van een van mijn co-founders. Ja. Waar ik in de periode nadat ik terug was uit Latijns-Amerika ook heel erg veel kennis mezelf eigen heb gemaakt vanuit interesse. Over technological architectures en programmeertalen verschillende type API's en de setup van je organisatie en scalability issues en dat soort zaken. Dus dat is denk ik een van de zaken waar ik veel over heb geleerd. Marketing, waarbij Prittle voor een heel groot deel gedreven was door de noodzaak om altijd compliant te zijn. Financial compliance met regulatory requirements, beperkend in je groei. Waarbij we heel snel op de vingers zouden worden getikt door toezichthouders als je niet voldeed aan de minimum reserve kapitaalseisen. Dus je focus ligt grappig genoeg eigenlijk te veel op in leven blijven. Ja. In plaats van op extreem succesvol worden. En dat zat hem ook in het feit dat we toen heel veel moesten investeren in de transformatie van het bedrijf dat we initieel hebben overgenomen. Fundix, dat later Prittle werd. Ja. En nu, from scratch, bouw je totaal iets anders. Ja. Waar geen wet of regel bijna voor is. Met uitzondering van de zeer belangrijke GDPR-regels waar we natuurlijk allemaal mee te maken hebben. En ja, goed, alle andere zaken. Maar niet zozeer als in de financiële sector eigenlijk. Hè. Dus je bent veel minder gebonden. En dat betekent dat je veel meer de ruimte hebt om creatief te zijn. En dus ook, maar tegelijkertijd ook in een heel erg competitief landschap opereert. Op mondiale schaal. En je dus heel goed moet nadenken over hoe breng je het aan de man? Hoe communiceer je het? Hoe leer je wat je klant wil, wat hij doet? En dus wat je moet verbeteren aan het product en je aanbod. Ja, want dat mondiale, wij leren hier van veel van onze gasten. Cultuur een ingewikkeld ding kan zijn. Hè? Mm-hmm. Duitsland is anders dan Frankrijk, is anders dan Engeland. Ja. Speelt dat bij jullie ook? Ik denk dat het speelt op het vlak dat mensen conservatief zijn in het noorden van Europa en minder gewend zijn aan het doen van online transacties in het zuiden. Waarbij we ongetwijfeld verschillen gaan zien in termen van de hoeveelheid, de tijd die het nodig heeft voordat de initiële tractie goed op gang komt. Het type transacties dat initieel worden gegenereerd. De snelheid waarmee je relaties ontwikkelt, dat zijn de praktische dingen waar we misschien tegenaan lopen. Ja. Als het gaat om de ontwikkeling van de onderneming, denk ik dat de kernproblemen en dus kansen overal hetzelfde zijn. Wij zijn een digitaal verlengstuk van kunstenaars, ondernemers en handelaren, dat dus ook, die niet zelf de know-how hebben om een website te ontwikkelen of een app en ook niet geïnteresseerd zijn om daar aan te beginnen. En wel kennis van zaken hebben en dus heel snel gebruik willen maken van ons. En dat zien we, want we worden omarmd en worden gebeld door bijna iedereen. Doordat wij doen, is het niet meer nodig voor de vele handelaren in dit segment om zelf nog een website te hebben. Dat kan beter via jullie. Ja, dat klopt. Is wat je zegt. Ja. We hebben daar... Heb je wat gehoord? Mijn laatste vraag, ik vind het allemaal een beetje duur. Of zo even. Nou, dan spaar je gewoon eventjes en laat je gewoon even weten wat je binnenkort gekocht hebt. Ja, maar kijk, op de homepage hebben we een speciale sectie gecreëerd. Als je iets naar beneden scrolt. Speciaal voor jou. Daar, speciaal voor jou. En ja. daar hebben we inderdaad een hele selectie aan toegankelijke items ingezet. Ja. Nou, misschien kom ik nog wel tegen, dan koop ik het. Maar ik had eigenlijk nog één vraag. Ja. Koffietaal. Ik vind het allemaal. Ik heb twee vragen. Ja. Ik begin met te zeggen, eigenlijk, want ik ben ook in de loop der jaren steeds meer anti-consumentisme geworden. Wat jij in Zuid-Amerika een potje kreeg. Ik heb eigenlijk al weerstand tegen dat gescroll en geklik van allemaal dingen die ik allemaal niet nodig heb. Ja, dat is een stap verder. Klinkt misschien een beetje raar. Ik hoor wat je zegt. En het kan best zijn dat ik over 10 of 20 jaar of over 5 jaar hetzelfde over denk. Op dit moment denk ik, mensen kopen toch dingen en items zijn gebruiksvoorwerpen. Dus ze moeten een keer worden vervangen. Als dat in ieder geval gebruikte items kunnen zijn, dan vind ik dat al een hele nobele bijdrage. Ja. Hoe relatief beperkt. Heb je hartstikke gelijk in. Ja. Weet je? En ik zou heel graag hierna weer een nieuwe onderneming willen ontwikkelen waarbij ik alle warmte van een stad volledig geautomatiseerd om kan zetten in de transportatie daarvan en de uiteindelijke
voeding van de benodigde energie bijvoorbeeld. Of op andere wijze ervoor kunnen zorgen dat luchtvervuiling kan worden opgelost of zeevervuiling kan worden opgelost. Er zijn allerlei interessante projecten waar ik me nog op zou willen storten. Maar dit is al een enorme uitdaging waarmee je ook echt heel veel invloed kan hebben op een segment die dus inderdaad heel vaak nieuwe dingen koopt. Waar prachtige, karaktervolle items beschikbaar kunnen worden gesteld voor toegankelijk, voldoende toegankelijke prijzen. En het topsegment waar dit ook zeer geschikt voor is. Oké, dan had ik nog één vraag. Ja. Je hebt je bedrijf voor een goed bedrag verkocht. Investeer je dit nu ook allemaal zelf? Ik heb hier een aanzienlijk bedrag in geïnvesteerd. Ja. En inmiddels heb ik me gelukkig ook mogen omringen door een aantal investeerders, waaronder de oprichter van een venture capital fund. Mensen die ons ook inderdaad ondersteunen met de ontwikkeling van onze ambities. Ja. Maar een substantieel bedrag had jij gezegd? Ja. Zeker. Ja, dat maakt het nog geloofwaardig. Ja, ik geloof hier heilig in. Je gelooft heilig. Ja, vanuit drie optieken, dus aan de ene kant het aanbod, tweede kant het technologische perspectief en de derde kant omdat ik geloof dat dit gewoon een good deed is voor society. Dus download de app, Woppa, ga naar de App Store, zoek iets moois uit. Ik heb het gedaan. Of als je iets te verkopen hebt, maak heel eenvoudig een advertentie aan en dan gaan wij voor je aan de slag om dat te commercialiseren. Super, hartstikke mooi. Ja. Verwen jezelf, ga naar Woppa. Dankjewel en heel veel succes. Jullie ook, hartstikke bedankt voor je interesse. Jullie bedankt voor het kijken en we bedanken zoals altijd Bier & Co. voor de biertjes, PQR voor de hosting van de website, JustStream voor de livestream en Freedom Lab voor de gastvrijheid. We zijn er iedere dinsdagavond, dus ook volgende week dinsdagavond weer. Vermoedelijk dan weer in de grote zaal Stekel. Maar hoe dan ook, 9 jaar aan topnemers kun je terugzien via fastmovingtargets.nl of YouTube. Dag.